maken. En ik weet dat het al 100 keer op YouTube te zien dat mensen slijm maken. Maar ik dacht, ik ga het ook eens proberen. Ik ben namelijk super benieuwd hoe dat voelt als ik mijn hand daarin steek. En hoe smeuig en kleierig dat is. Ik heb al 1000 filmpjes van gezien. En iedere keer kom ik weer op dat punt dat mensen hun hand steken. En dit voelt hemels. Dus dat, dit voelt hemels effect, moet ik dus ook ervaren. Ik heb er zoveel zin in. Het ziet er bij anderen altijd zo mega makkelijk uit. Dus dan denk ik van, ja, dat moet ik dan toch ook gewoon kunnen. Als je dan slijm maakt, dan zou ik ook graag willen weten welke slijm je maakt. Wil je me dan hieronder een berichtje achterlaten, zodat ik weet wat voor slijm jij maakt en wat jij het leukste slijm vindt. Misschien is dat wel een hele andere soort slijm als dat ik nu maak. Of dat nog helemaal niet bekend is. I don't know. Maar deel het met mij, want ik wil het weten. En misschien kunnen we de volgende keer samen slijm maken. Dat zou leuk zijn. Enorm leuk om samen een keer slijm te maken. Schatjes. Nou, dit is de lijm die ik heb gekocht. Hij is volgens mij van de Action. Hij was nog niet eens zo heel erg duur. En ik heb gewoon kleurstof gehaald. Dat is gewoon van Dr. Oetker. Dat is heel simpel. Gewoon bij de Albert Heijn gekocht. En hier zie je dat ik het even goed door elkaar roer. Ik heb eerst het lijm erin gedaan, dan de kleurstof. Ik heb hiervoor roze gekozen, maar ik had er expres al een dikke scheut kleurstof in gedaan. Omdat ik dat gewoon super mooi vind en ik hou van de kleur roze. Slimme reus. Ja, mensen, ik gebruik wasmiddel, want ik heb al dat andere geprobeerd en bij mij mislukte het keer op keer. En het wasmiddel ging net zo goed en je hebt maar 2 ingrediënten nodig en ik vond het echt super fijn en super simpel. Dus yeah, I'm happy. En zoals je ziet wordt het al wat dikker en dikker en dikker, totdat je het eigenlijk in je handen kan nemen. En dan heb je echt een dikke klont en je slijm is klaar. En voor mijn tweede slijm hebben we gekozen voor de kleur geel. Ik dacht, we doen eens gek, we gaan af van roze en we kiezen de kleur geel. Ja, wie niet waagt, wie niet wint, zeggen ze toch? Weer hebben we gekozen voor Slimmereus. En ik heb het in het dopje gedaan en steeds beetje bij beetje erbij gedaan. Let erop dat je niet in één keer te veel erin doet, want anders wordt het echt een hele vieze smuddy. Die fout heb ik namelijk ook al gemaakt, dus ja. Oh my god. Dus doe dat vooral niet, gewoon een klein beetje. En dan krijg je deze prachtige, mooie gele kleur. Ik ben er zo blij mee en het voelt zo fijn aan je handen, dus... Ja, wat ze zeggen is echt waar. Het is gewoon echt een hemels gevoel. Dus ga snel aan de slijm, want oh my god, het is echt super lekker. We hebben samen slijm gemaakt en het is gelukt. Ik ben super proud of us. Serieus, wij zijn een heel hecht sterk team. Echt zo blij dat het is gelukt. Vind je het een leuke video? Vergeet dan geen duimpjes omhoog te geven. En als je dan toch duimpjes op hebt gegeven, vergeet dan niet te abonneren. Zodat jij op de hoogte blijft van iedere video die ik weer maak over DIY of over fashion. En dan blijf je op de hoogte. Doei doeg!